We zitten nu bij een walnoot. En dan denk je, we hebben al meerdere walnoten van jullie gezien. Houd het nog eens een keer op. Maar dit is een hele speciale. Dit is de Reutedeunonus. En dat is dus een noot, als je die door midden kraakt, dan krijg je dus dit. Het buitenste vliesje om de kern heen. Die is dus heel mooi rood. En zoals we weten, dan heeft het de oorsprong ergens in Roemenië of Bulgarije. Ik weet het niet precies. Daar hebben ze ooit dus een rode noot gevonden en daar zijn ze verder mee gaan kruisen. En in Duitsland, daar komt deze dus vandaan, zover ik weet, die hebben ze dus de Rode Donau genoemd. Dat was dus een boom die dus deze noten geeft. En deze noot is niet helemaal de normale grootte. Want het is een van de eerste noten die nu van deze boom vallen. En meestal beginnen de bomen dus eerst met de kleintjes en de vieze noten. En de vieze noten heeft hij niet. Dus daar bedoel ik mee de noten die al bedorven zijn door bacteriebrand. Nou, er zitten er nul in. Maar er zitten een paar kleintjes in die als eerste vallen. En daar zit dit eentje van. Ik denk dat het toch wel leuk om te laten zien. Want de noten die zijn zo groot als een Broadview noot. En de smaak is ergens ook een beetje de Broadview. En de Broadview vinden we niet de lekkerste. Die is wel heel productief en die wordt overal aangeprezen. Nou, zelf verkopen we hem niet heel veel. Omdat er bijvoorbeeld, als je een mooie noot wil verkopen, dan is de Wonder van mijn Rapport erheen. Of de Adams nummer 10. Die ook gewoon lekker productief is. Die meer dan genoeg noten geeft voor een kleine tuin. Maar deze die is ook vrij productief. En ze groeien in trosjes van 3 aan de boom. En de kern is mooi gevuld. Dat kun je ook zien, we hebben hem doorgekraakt. En de smaak die lijkt dus op de Broadview. Maar doordat die rood is, ja, is het een hele speciale. En het is een hele leuke om bijvoorbeeld op taart en gebak te leggen. Dus als je bijvoorbeeld in de patisserie zit. Of je werkt met salades. Als je cateraar bent of weet ik veel wat. Dan is het gewoon leuk. Maar thuis is het natuurlijk ook leuk om ja, zoiets als een soort kers op de taart te gaan gebruiken. Het is echt een blikvanger. En er hebben wel mensen gehad die zeggen van ja, dat is genetische manipulatie. Nee, dit is gewoon een zeiling die gevonden is. Die dus deze noten geeft. Die ook nog eens een keer ja, gewoon prima van smaak zijn. Ik zeg al niet de lekkerste, maar ze zijn prima van smaak. En de boom is ook heel productief. En dat ga ik nu even laten zien. Hier hebben we dus de Rode Donau nootboom. En wat ons opvalt is dat ze in minstens groepjes van 3 of groepjes van 2 groeien. En er zijn natuurlijk al een paar noten vanaf. Ik weet niet of het te zien is als ik een beetje inzoom. Nou, daar zie je dus dat er 3 bij elkaar zijn. En hier zo zie je dat er een hele trossen bij elkaar hangen. Ja, het is echt een behoorlijke productieve. Niet op jonge leeftijd al. Kijk hoor, ja, kijk, daar heb je gewoon een heel groepje wat bij elkaar zit. Dus door de boom heen. En dit is een boom van een jaar of pak een beet 7 oud na aanplant. En dat was een spilletje van, ik denk hooguit, ja dan moet ik het goed zeggen. Ik denk dat die amper 50 centimeter was. Ook zoals we ze verkopen. En deze boom, die hebben we hoog opgesnoeid. En dat ga ik nu even laten zien. En waarom doen we dat? Want vaak zie je dat die onderste takken op 1,80 of 2 meter zijn afgesnoeid. En wat gebeurt er? Uiteindelijk gaan die naar de grond hangen. En wat doen mensen dan? Gaan ze ze alsnog afzagen? Ja, want het is niet meer handig om eronder te komen. En dat klopt ook. Dus wat doen wij? Wij snoeien ze dus bewust hoog op. Een hele mooie, dunne, lange stam. En deze boom, die is dus, de stam zelf is al minstens 3,5 meter. En dan pas begint het boompje. En je moet natuurlijk niet te veel wind hebben. Want dan kan die omwaaien. En hij zet die heel mooi tussen een paar schuren in. Waar die gewoon lekker kan ontwikkelen. Maar je hebt dus voor de toekomst heel waardevol hout. En daar gaat het helemaal niet om. Maar mocht hij een keer omwaaien of omvallen of weet ik veel wat. Dat die keer moet wijken en de stam is al 30, 40 jaar oud minstens. 40 jaar. Dan heb je echt waardevol hout. Maar ook, er kan veel meer ondergroeien. Kijk hier bijvoorbeeld groeit bamboe onder. Er groeien frambozen onder, et cetera. Want er komt er veel meer licht en vocht op de grond. En dan zeggen mensen, ja, dan kan ik zonder walnoten groeien. Nou, dat is gewoon een fabeltje, want het wil prima. Maar dit is dus de Rode Donau. Echt wel productief. Er zitten echt behoorlijk wat noten doorheen. Ja, het is gewoon echt een leuke om mee te gaan werken in je gerechten, joh.
Ik zou zeggen, plant hem aan. Je kunt ook de Reute Meuzel of de Rode Moezel walnoot kiezen. Dat is ook een hele mooie, goede productieve noot. Sommigen doen de Aufhäuser Baden. Nou, daar zijn we niet zo fan van. Die is te groot. Die is niet houdbaar. En deze die zijn wel heel mooi houdbaar. Dus er zit behoorlijk wat olie in. En dat geldt ook voor de Reute Meuzel walnoot. Binnenkort komt, als het goed is, de Red Phantom leverbaar. Dat is een compleet nieuw ras, zover we weten. Tenminste, voor ons is die helemaal nieuw. Maar goed, dit was dus de Rode Donau. Kijk, hier is die heel mooi in tweeën nu. Mooi, hè? Echt een intense rode noot.